Ik heb schitterende dingen gehoord over vrijheid, durven dromen, aan de wolken te denken, geen oorlogen. Wellicht zijn er hier ook kinderen van jullie, van ouders die bijvoorbeeld gevlucht zijn omdat ze niet in vrijheid zijn opgegroeid. Ik ben wel gelukkig in vrijheid geboren, mocht van mijn ouders ook altijd alles doen wat ik wilde. Ging op mijn 5e voetballen in een jongensteam, zat met Karim in het team, met Jacinto en ook met Ferry en Erik. Alles door elkaar. De meeste van mijn vrienden hadden van die lekkere grote families. Heel veel neefjes en nichtjes en ooms en tantes. Die had ik niet. Ik had 1 oom, want mijn broer heeft 1 vader. En die had 3 kinderen en dat was het. Dus toen ik heel jong was, wilde ik al heel snel weten, waarom heb ik niet zoveel ooms en tantes en neefjes en nichtjes? Nou zeiden mijn ouders, die zijn allemaal vermoord in de oorlog. Want jij bent Joods. En in de oorlog werden die allemaal van huis gehaald. Jouw familie was meer dan 200 mensen. Mijn achternaam Barend waren vroeger in Amsterdam 200 families met de achternaam Barend. En daar zijn er na de oorlog maar 2 van teruggekomen. Mijn directe familie is Sonja Barend, die de ouderen onder jullie waarschijnlijk ook wel kennen, want die is ook veel op tv altijd geweest. En dan ging ik gesprekken aan met mijn oma en dan vroeg ik haar, hoe was dat dan in de oorlog? Want ik begreep het niet. Ik mocht altijd doen wat ik wilde. Ja, zei ze, schat, laat dat nou maar, dat komt wel. Maar ik wilde dat allemaal weten. Dus toen ik jullie leeftijd had, mijn oma wilde mij niet vertellen over de oorlog. Maar op haar verjaardag zag ik mensen met nummers op hun arm. En ik wilde weten, waarom hebben ze een nummer op hun arm getatoeëerd? Wat is dat? En ze spraken altijd over, die is er niet meer. En weet je nog van die? En ik had tantes van mij, die noemde ik tantes, want dat waren helemaal geen tantes. Die moesten dan ineens huilen. En ik begreep dat niet. Oma is jarig, is toch feest? Maar het ging altijd over die oorlog daar thuis. Maar goed, mijn oma wilde mij niks vertellen. Dus ik dacht op jullie leeftijd, ik ga slim zijn. Ik ga iets leuks aan haar vragen over de bevrijding. Oma, waar was je toen je bevrijd werd? Nou, dat vond ze wel leuk om te vertellen. Want oma is op ondergedoken met haar zoontje, mijn oom. Mijn vader is van na de oorlog en mijn opa was opgepakt. Die zat in het kamp. Maar dat wilde ze wel vertellen, hoe dat ging, de bevrijding. En zo begon ik door te vragen over de oorlog. En uiteindelijk heeft ze me heel veel verteld. Ja, zei ze, schat, we mochten op een gegeven moment het park niet meer in. Ik zei, maar het park niet meer in? Ja, daar hing een bordje, verboden voor Joden. Ja, zei ik toen, maar dat doe je toch niet als iemand nu hier een bordje ophangt, verboden voor Surinamers of verboden voor Turken. Dan denk je toch, ja, hallo, ik ga dat park gewoon in, niemand verbiedt mij wat. Dus ik vroeg mijn oma, waarom deed je dat niet? Ze zei, we waren bang. Bang om vermoord te worden, want dat was de angst. Maar hoe kan dat dan? Kleine kindjes. Ze zei, schat, het maakt er niet uit. Jouw leeftijd, je vaders leeftijd, mijn leeftijd. Niemand was veilig. We werden allemaal opgepakt. Ik heb lijsten van neefjes en nichtjes van 1, van 3, die allemaal vermoord zijn. Ik vind het moeilijk om daarover te praten. Ik heb heel lang met mijn oma erover gesproken. Nog begrijp ik het niet. En daarom ben ik trots op jullie allemaal. Dat jullie dit soort gedichten maken. Want ook kinderen van jullie komen van ouders die gevlucht zijn. Omdat ze niet in vrijheid mochten leven. Ik wil 1 ding waar wij voor zorgen. Dat in ieder geval in dit land we altijd in vrijheid met elkaar gaan leven. En dat we elkaar helpen. En het lied wat jullie ook zingen. Ga voor elkaar opstaan. Sluit je ogen niet als er dingen gebeuren die niet kunnen. We moeten zorgen dat het een mooi leefbaar land is. Want het is nog maar heel kort geleden dat ik hier niet had mogen lopen. Ik had niet deze speeltuin ingemogen. En waarom? Niemand kan het mij uitleggen waarom. Ik had allemaal andere dingen opgeschreven die ik jullie ook wilde zeggen. Maar ik heb een verhaal uit mijn hart verteld. Ik hoop dat wij allen, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld, allemaal in vrede met elkaar gaan spelen en allemaal in vrede opgroeien. Want als ik jullie allemaal zo hoor, dan is het onbegrijpelijk dat er ergens nog oorlog wordt gevoerd. Wij zijn allemaal kinderen. Ik voel me af en toe nog een kind. Ik ben 34, maar ik voel me af en toe nog een kind. Ik vind het altijd leuk om met kinderen op te trekken. Wij zijn allemaal kinderen die niets anders willen dan dokter worden of voetballer worden of advocaat. Of op het plein willen werken, die allemaal mooie dromen hebben. Laten we die met z'n allen verwezenlijken. Laten wij hiervoor zorgen, niet alleen hier, maar in de hele wereld,
Dat we geen ruzie met elkaar maken. Dat we elkaar niet uitschelden omdat je Jood bent, homo, Turk, Marokkaan, al die dingen. Het is allemaal niet belangrijk. Het gaat er allemaal om dat we met elkaar leven en dat we een leuke wereld hebben. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat is wat ik jullie wil meegeven. En ik wil nadenken of nu aan jullie vragen of jullie een minuut stilte willen houden. Om aan de kinderen, ik heb me laten vertellen dat in deze wijk 5000 Joden ooit hebben gewoond. Nou, laten we dan ervan uitgaan dat 3000 daarvan kinderen waren. We zijn hier denk ik met 200 kinderen. Dan kan je nagaan, we kunnen het hele plein wel vullen met allemaal kinderen die vermoord zijn. Alleen maar hier. Het zijn er echt veel te veel uiteindelijk. We kunnen het ons niet bevatten, gelukkig maar. Ik denk heel vaak in getallen van voetbalstadions. In de arena passen 50.000 mensen. Er zijn 6 miljoen Joden vermoord. Ik bedoel, hoeveel arena's? Ga maar uitrekenen om een voorstelling te maken van hoeveel mensen er zijn vermoord. Goed, dat is het laatste niet leuke wat ik ga zeggen. Ik wil dat we vooral jullie prachtige gedichten herinneren. Dat jullie daar ook echt naar kijken met elkaar. En dat we er met z'n allen voor zorgen dat we gewoon een heel leuk land houden. En dat hier nooit meer oorlog komt. Dat we zo met z'n allen kunnen staan en met z'n allen in de speeltuin kunnen staan. En als de trein voorbij is, ga ik vragen of jullie met z'n allen 1 minuut stilte willen houden. Misschien vind ik wel een mooi gebaar als jullie allemaal elkaars handen vasthouden. Jullie staan allemaal naast elkaar. Kunnen we even een minuut denken. Je kijkt lekker waar je heen wil. Je denkt aan de dingen die je wil en wilt denken. Laten we de kinderen gedenken die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar alle kinderen in oorlogen die zijn vermoord. En alle mensen, misschien ook familieleden van jullie zelf. En dan wou ik vragen of jullie nu allemaal 1 minuut stilte wilden houden. Ik wil jullie bedanken en wat ik zeg in je hoofden, we hebben afgesproken dat we niet gaan klappen vandaag, maar in mijn hoofd klap ik heel hard voor jullie, voor deze mooie bijeenkomst. En ik wens jullie verder een hele plezierige dag allemaal toe. Dan zou ik nu Wil willen vragen om de krans te leggen.